Meine Damen und Beste Herren, dames en herzlich willkommen heren, zu unserem hartelijk welkom Mediakommentar. bij ons Mediakommentar. Heute geht es um ein Vandaag umfassendes hebben we Gesetz het over een der veelomvattende wet, sogenannten Resolution 758, de zogenaamde Resolutie 758, die op 4 december 2014 werd aangenomen door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Deze resolutie werd zowel door de Amerikaanse Senaat als door het Huis van Afgevaardigden ingediend en heeft de juridische grond voor een oorlog tegen Rusland. De historische stemming op 4 december, die mogelijk het leven beïnvloedt van honderden miljoenen mensen wereldwijd, betekent praktisch dat de Amerikaanse president en opperbevelhebber van de strijdkrachten de vrije hand geeft. Op grond van deze resolutie 458 kan VS president Obama direct beginnen aan een proces van militaire confrontatie met Rusland zonder verdere toestemming van het congres. Het is dankzij voormalig congreslid Ron Paul dat deze ondubbelzinnige oorlogsverklaring onder de vorm van een resolutie überhaupt in het ruimere licht van de publieke opinie kwam. Wat de westerse massamedia bijna volledig verzwegen, beklemtoonde Paul als het ergste stuk wetgeving aller tijden. Resolutie 758 heeft volgens de officiële homepage van het congres de titel, ik citeer, strenge veroordeling van de acties van de Russische Federatie onder Vladimir Poetin, die een politiek van agressie voert tegen buurstaten en politiek en economisch overwicht beoogt. Er volgen inhoudelijk meerdere paragrafen van onhoudbare beschuldigingen tegen Rusland, die duidelijk de realiteit tegenspreken. Zonder bewijs wordt Rusland een invasie in Oekraïne verweten. De resolutie beweert met zekerheid dat het in Oekraïne neergestorte lijnvliegtuig MH17 werd neergeschoten door een raket van de pro-Russische separatisten. En dat, hoewel het eindrapport over het onderzoek van de tragedie niet zal worden gepubliceerd voor midden volgend jaar. Veel indicaties duiden er bovendien op dat het vliegtuig niet werd neergeschoten door een grondraket, maar door één of meer Oekraïnse gevechtsvliegtuigen. Er volgen in de resolutie bijkomende beschuldigingen tegen de berichtgeving van Russische media in het buitenland, die een vertekening zou zijn van de openbare mening. Terwijl de resolutie bovendien de mensen in Oost-Oekraïne beschuldigt, in november bedrieglijke en illegale verkiezingen te hebben gehouden, geeft ze de Oekraïnse president Poroshenko groen licht om zijn militaire aanvallen voort te zetten tegen de naar onafhankelijkheid strevende provincies. Daartoe betrekt deze resolutie de VS-regering meteen in het conflict. Ze roept president Obama er namelijk toe op de Oekraïnse regering te voorzien van dodelijk en niet dodelijk verdedigingsmateriaal, dienstverleningen en training, zodat ze haar grondgebied en haar soevereiniteit effectief kan verdedigen. Het meest explosieve deel van deze resolutie is echter de uitspraak dat de zogenaamde militaire interventie van de Russische Federatie in Oekraïne een bedreiging vormt voor de internationale vrede en veiligheid. Zo'n woordkeuze is geen toeval. Deze zin lijkt op een ingebouwde hefcapsule, op grond waarvan in de toekomst nog agressievere resoluties kunnen volgen. Het besluit van het parlement roept daarmee herinneringen op aan vroegere resoluties. Deze hadden niet zelden sancties en directe oorlogen tot gevolg, zoals bijvoorbeeld de Liberation Act, die in 1998 met een soortgelijke inhoud was gericht tegen Saddam Hussein en de weg baande voor de Irak-oorlog in 2003. De snelheid echter waarmee dit wetsvoorstel het wetgevende proces doorliep, is ongewoon in de geschiedenis van het Amerikaanse Congres. Resolutie 758 werd pas op 18 november ingediend, werd dan snel bediscussieerd in de Commissie Buitenlandse Zaken en terugverwezen ter aanvaarding naar het Huis van Afgevaardigden.
Op de morgen van de 4 december, dus slechts 16 dagen nadat afgevaardigde Adam Kinzinger de wet had ingediend, werd hij aangenomen met 411 stemmen tegen 10, dus praktisch eenstemmig. Daarom is het des te verbazingwekkender dat bij een beslissing van zo'n historische draagwijdte er in de westerse media een vergaand stilzwijgen viel op te merken. Klaarblijkelijk had men de mainstream media opgedragen niet over de debatten en beslissingen van het VS-congres te berichten. En deze toestand duurt voort. Nu schijnt alleen nog een actuele oorlog uitlokkende gebeurtenis te ontbreken voor een definitief verrassende aanval tegen Rusland. Of er wordt een handje geholpen voor zo'n aanleiding door een false flag operation, zoals het al vaak aan het begin van een oorlog op gang gebracht door de VS het geval was. Een false flag operation, in het Nederlands operatie onder valse vlag, betekent een geheime militaire operatie die de tegenstander ten laste wordt gelegd. Terwijl het ook verdacht rustig is geworden in de actuele berichtgeving over Oekraïne, staat de wereld op een gevaarlijke tweesprong. Geachte kijkers, dank u dat ik u meehelpt deze belangrijke samenhangen verder te verspreiden. Tot de volgende keer bij KlaarTV.